Dames en heren, waarde landgenoten. We hadden zo gehoopt dat we tegen dit jaar einde onze nieuwe programmaboek op de post hadden kunnen steken. Helaas is dit nog niet het geval. Dit raakt ons allemaal. Ik denk dan in het bijzonder aan onze trouwe publiek. Maar ook aan de mensen die hier nog nooit zijn geweest. Ja, we begrijpen dat u natuurlijk een beetje ongelukkig en gefrustreerd bent daardoor. Dat is begrijpelijk. U wil immers uw culturele agenda voor volgend jaar zo snel mogelijk vastleggen. Maar deze gevoelens mogen u niet beletten om ook te zien wat we het afgelopen jaar allemaal hebben bereikt. Dankzij de dagelijkse inspanning van onze vele vrijwilligers, onze raad van bestuur en u, ons geëerd publiek, is onze droom blijven draaien en vooruitgaan. De maatregelen van de overheid hebben daar wel niet zo'n grote mate toe bijgedragen. Mogen openen, niet mogen openen, terug mogen openen, terug niet mogen openen. Maar toch zijn we erin geslaagd om heel wat mooie projecten te realiseren. Moments, onze audiovisuele wandeling, heeft mij liefst 1333 bezoekers op benen gebracht. En ook, Animal Farm was een groot succes. De media spreekt over een opkomst van tussen 5000 en 12.000 personen. De waarheid zal ergens in het midden liggen. Aan dit totaaltheater Animal Farm hebben meer dan 100 mensen liefdevol meegewerkt. Het project heeft verzameld, verbonden, verenigd, maar boven alles heeft het vriendschappen bovengebracht. Dames en heren, landgenoten, samen luisteren, samen kijken, samen lachen, samen ontspannen, samen genieten, samen spreken, samen dansen, samen discussiëren, samen ventileren, samen dingen doen. Kortom, samen zijn. Het is zo belangrijk, zeker in deze duistere tijden. Daarom geven we je in afwachting van onze programmaboek toch graag wat perspectief. De komende maanden staan er weer hele wat eigenzinnige mensen op ons podium. Op 21 januari komt stand-up comedian David Galley naar zijn nieuwste show, Joepie, naar Ardooien. Buk, ook de allercharmantste macho-filosoof Freddy de Vadder heeft beloofd langs te komen. De meerjaarsconferentie van Michael van Peel staat op zaterdag 19 februari gepland. Natuurlijk laten we ook onze muziekliefhebbers niet in de steek. De Bonnie King of Nowhere, Eva de Rovere en Jeff Neve hebben zich in onze programmatie genesteld. Voor de kinderen onder ons niet getreurd. We hebben ook aan jullie gedacht. Op zondag 27 maart komt Bombardon met grote yoghurt. Ze gaan op grote yoghurtgeheim verklappen. U ziet de dames en heren landgenoten, het laatste overlegcomité heeft weliswaar niet geleid tot de maatregelen waarop de politiek had gehoopt. Maar ze heeft wel aangetoond dat onze programmaboek heel dringend op de post moet. Samen met mijn gezin en de ganse schaduwfamilie wens ik u allen een gelukkige nieuwjaar toe. 1, 2, 3... Gelukkig nieuwjaar voor iedereen!